rustig, opgewonden. Dat is toch wel, denk ik, een mooie omschrijving van hoe ik mij voel. Een jaar geleden begonnen met een verhaal om in België intermittent living mee op de kaart te gaan zetten, of verder op de kaart te gaan zetten. Een concept van dokter Leo Pruimboom, waar wij met Capina Belgium met zeer veel goesting zijn ingevlogen om ook in België dat mee op de kaart te gaan zetten. En we zijn intussen 2 jaar verder, want we hebben 6 weken achter de rug intussen in de Ardennen. En we hebben opleidingsweken gehad, waar dat we mensen opleiden tot Intermittent Living Coach. Maar zo hebben we ook afgelopen september, intussen al vorig jaar, onze eerste week voor ondernemers niet-therapeuten gedaan. En ik moet zeggen, de feedback die we daarvan krijgen, de energie die we daarvan krijgen, het enthousiasme dat daarvan groeit, dat maakt dat wij vandaag met heel veel trots eigenlijk deze webinar geven. Waarom? Omdat we vandaag voelen dat we zodanig aan het groeien zijn, dat we ook wat duidelijkheid moeten en kunnen aan jullie geven. En dat het voor jullie ook helder is, wat kan intermittent living voor jou betekenen? Dus we gaan vandaag net iets minder in de diepte duiken op het kennisvlak. Maar we gaan jullie wel meenemen op een verhaal waar dat het duidelijk wordt van oké, dit kan intermittent living voor mij persoonlijk betekenen. En dat zijn dan de trajecten die ik eventueel samen met KPI Belgium kan gaan doen. En ik denk, Sibbe, dat we voor ieders wat hebben. Oorspronkelijk zijn we begonnen met de therapeuten warm te maken voor het Intermittent Living verhaal. Vandaag hebben we ook dit jaar voor de ondernemersweek mogen organiseren. We gaan nog een stapje verder. We gaan mensen die het beste van zichzelf willen geven, of het beste van zichzelf willen creëren. We hebben zelf een Intermittent Living Week voor kinderen binnen het dient om inhoudelijk aan te tonen wat is dat Intermittent Living concept nu? Wat houdt dat een stukje in? Wat komt er aan bod? En welke soort trajecten kunnen wij intussen uit ons enthousiasme van de laatste 2 jaar volgend en dit jaar gaan aanbieden? En dat is wat we gaan delen met jullie. Dat klopt. En ik zie dat sommige mensen toch nog niet zo'n goed geluid hebben. Blijkbaar als ik praat, is het iets beter. Dus dan zal ik maar gewoon vooral praten. Hè, Wouter, zullen we het aan praten? Goed. Laten we even van start gaan wat Intermittent Living voor jullie kan betekenen. Eerst en vooral willen we eens graag even inschatten wat er ook vandaag bij jullie leeft. Hè. Het is heel belangrijk als we zo meteen verschillende trajecten gaan aanbieden, dat je daar een stukje kan in identificeren. En dat je een stukje voelt van oké, kan Intermittent Living voor mij iets betekenen? Ja of nee? Dus onze eerste vraag die we graag aan jullie stellen, en je mag uitvoerig, als je dat wenst, of enthousiast in de chat antwoorden, of voor jezelf gewoon even te raden gaan. Je voelt je elke dag, op elke dag heb je voldoende energie om die volledige dag naar best vermogen hoog in energie te presteren. Als we jullie vragen, hoe zit het daarmee? Wat score je dan voor jezelf? Score je dan eerder naar die 0, helemaal niet, of eerder naar die 10, ik score best prima? En dan mag je gerust je cijfer delen als je dat wenst in onze chat. Wens je dat voor jezelf te houden, dan onthoud je het maar, want zelfs gaan we daarop terugkomen. We hebben zo 5 vragen. Ja. En aan de hand van die 5 vragen kunnen wij straks al een stukje, het is een indicatie, voor uzelf te gaan uitmaken. We gaan het ook mee vertalen voor jullie. Of Intermittent Living inderdaad voor jullie iets zou kunnen betekenen. En intussen. Goed. Dus dat is vraag 1. Vraag 2. Je kan snel de juiste beslissingen maken. Ja. Kan je überhaupt beslissingen maken? Maar goed, je kan snel de juiste beslissingen maken. 0, helemaal niet. Of eerder naar die 10 van lukt me vrij aardig. Hè? Ik zit daar op dat vlak zit ik goed in mijn besluitvaartje. Dus opnieuw, mag je dat even delen? Ik zie iets lagere cijfers binnenkomen momenteel. Dus neem dat mee. En als je voor jezelf het antwoord hebt, kunnen wij naar vraag 3 gaan. Dus stel die 2 cijfers al samen op. Je kan gemakkelijk omgaan met veranderende omstandigheden. Wow, wat we net ervaren hebben. Ja, net een voorbeeldje had. Ja, dus hoe goed kan jij in het dagelijks leven, dat was gepland en ineens verandert dat, door welke reden dan ook, en je moet snel schakelen. Hoe goed kan jij omgaan met zo'n veranderende omstandigheden? Dat kan op fysiek vlak zijn, mentaal vlak, dat kan even goed zijn als het plots kouder ja. wordt. Hè, of je dan toch nog voldoende conversatie kan aangaan, of dat je daar moeilijk mee hebt. Voilà. Ik zie weer wat cijfers binnenkomen. Prima. Volgende vraag, vraag 4 intussen. Je hebt je eigen leven onder controle. We hebben het daar straks nog even over gehad. Dat is een zware vraag,
Wat bedoelen we daarmee? Is dat je voelt van, ik zit vooral zelf aan het stuur. Ik word niet echt geleefd. Hè. Vandaag in die rat race dat we zitten, worden we wel eens geleefd. Maar heb je het gevoel van, ik zit echt op die bestuurderszetel en ik heb het heft in handen? Ja of nee? 0 of eerder naar die 10? Laat ons het weten. Oké, antwoorden komen goed binnen. Okay. En dan last but not least, je leven voelt in balans. Ook dat is weer zo met een cliché gooien natuurlijk. Wat is balans? Ik denk dat het voor ons vooral gaat om, kan je eigenlijk, en uiteraard zijn er wisselingen in energie, maar kan je eigenlijk redelijk constant mooi presteren en excelleren in het leven? Ondanks de context, een COVID-verhaal, dat al lang duurt. Of ondanks andere stresserende prikkels. Ja. Of ben je iemand die echt in dat jojo-effect zit? Je hebt een paar goede dagen, maar dan ook weer een paar slechte dagen. Hè? Dus hoe zit het met die balans op vandaag in jouw leven? Dat was de vijfde en laatste vraag. Als je al die cijfers samen optelt, wij gaan dat helaas niet voor jullie kunnen doen. Al die antwoorden zijn mooi binnengekomen. Doe dat even voor jezelf. En dan gaan we eens even kijken. En dan gaan we kijken wat dat die totaalsom oplevert, ja. Of hè, wat het kan zijn. En dan als je boven de, met het bovenste, we gaan met het bovenste beginnen. En we beginnen met het beste. En de titel was, of de ondertitel was, Intermittent Living, op naar de beste versie van jezelf. Dus wie van jullie heeft er eigenlijk gescoord in dat bovenste segment? Op 5 vragen, meer dan 40 scorende op 50. Wel, dan denk ik dat je op vandaag al vrij goed zit, tot zeer goed. Wat niet wil zeggen dat je misschien een aantal handvaten die wij kunnen aanreiken vandaag of eerder in volgende trajecten nog een stapje sneller kan schakelen. Misschien nog sneller die beslissing kan nemen en misschien toch nog net meer die balans en controle houden. We hebben al niet gevraagd of je na 2 dagen niet eten ook nog besluitvaardig kan zijn. Weet je, het is een indicatie, de cijfers die hier te voorkomen. Maar het is goed om voor jezelf in te kunnen schatten of het vervolgverhaal die we straks gaan brengen, inderdaad iets voor jou is. Ja. Nee, maar dus, je zit boven de 40, goed, maar we kunnen daar een stap boven doen. Dus iedereen die boven die 40, we staan Wouter niet, Jurgen, dus wij gaan proberen nog iets luider te praten. Ik ga mij gewoon nog wat opschrijven. Ja, dan moeten we de camera een beetje... Maakt niet uit, we gaan ons best doen. Dus, heb je nu zoiets van, ik score meer als 40? Je hoeft helemaal niet nu de camera af te zetten en iets anders te gaan doen. Nee, dan nog wordt het interessant, omdat Wouter net zegt, hoe goed zijn wij, of kunnen we onafhankelijk presteren van voeding, dorst, of van drinken, van koude hitte, en daar gaan we straks nog even dieper op in. Score tussen de 30 en de 40, maar niet slecht, niet slecht. Maar er zijn misschien nog wel momenten waarop jij van voelt, of facetten waarop jij van voelt, van daar kan het nog net iets beter. En daar kunnen wij dan, mogelijk met intermittent living, zo meteen ook weer iets gaan bieden. En score je onder de 30, het gaat vandaag niet om goed en fout, maar dan ben je misschien wel op het juiste moment en naar de juiste mensen aan het luisteren om met onze kennis en inzichten in de toekomst aan de slag te gaan. Absoluut. Voilà. Absoluut. Ik denk, als ik ooit begon met het verhaal KPNI en intermittent living, dan zat ik eerder van onder. En dan had ik niet alleen, hè, want we hebben eigenlijk onszelf nog niet voorgesteld, Wouter. Nee, dus dat zeg dat komt. Dat komt dan nog? Oké. Okay. Zal ik alvast even beginnen. Ik ben een aantal jaren geleden intussen, dus bijna 10 jaar geleden, kreeg ik ernstige fysieke gezondheidsklachten. Ik had heel sterke gewrichtsontstekingen. Ik kon de trap niet meer opgaan zonder pijn. Ik had reuma in handen en voeten. En op leeftijd van 23, 24 jaar is het toch vrij frustrerend. En op dat moment... Ja. De oorzaak van deze demping is, zegt Henrik. Claudia zegt, als je met oortjes luistert, lukt het beter om te begrijpen. Wel, laat me even terug in mijn verhaal gaan. Ik heb dus ernstige gezondheidsklachten gehad. En na lang zoeken kwam dat, wisten we dat het de ziekte van Lyme was. Hè. Dus door een teek gebeten, enorm, mijn heel lichamelijk stelsel lag gewoon plat. Ik was vermoeid, ik kon niet meer helder nadenken, ik had brain fog, etc. Tot ik na lang zoeken en veel frustraties later uiteindelijk terecht kwam bij KPNI, de klinische psychoneuroimmunologie. Daar gaan we zo meteen nog even over in de diepte. En meer bepaald door intermittent living, gaande van voedingsrestricties, intermittent fasting, komen we straks nog even op terug, maar ook koude prikkels, ademhalingsoefeningen, hypercapnie en zo verder,
kon ik op 3 maanden lang, na jarenlange klachten en functionele ongemakken, kon ik op 3 maanden tijd terug functioneel door het leven gaan. Ik heb dat verhaal verder gezet en ik ben ook ziender hoger gestegen in het niveau van energie, besluitvaardigheid. Dus mij heeft het enorm veel gebracht. Dus wij hopen dat ook jij je vandaag wat kan identificeren in dat verhaal, of mogelijk al gedaan hebt, om vandaag beter te worden. Dat was al kort een intro, terwijl Wouter nog wat de technische kant zat. Dus laten we even doorgaan. Goed. Dat is voor mij, zegt Wouter. Dan zal ik maar verder gaan. One life, one chance. Trouwens ook credits to Fee. Fee is onze nieuwe marketeer sinds vorig jaar, samen met Mieke. En Fee steekt alles toch altijd in zo'n mooi jasje. Zij heeft ook van ons nog tegen de deadline nog wat werk gekregen vandaag om dit mooi klaar te krijgen. Dus Fee, ook jij bedankt om dit allemaal zo mooi neer te brengen en neer te schrijven en neer te printen. We hebben het daarnet over 5 vragen dat te maken hebben met lifestyle. Die te maken hebben met fysieke, mentale energie, met misschien een stukje zelfs wel emotionele energie. Hoe kan je en hoe sta je in het leven? Nu, wij denken wel eens van, ja, mijn genen bepalen hoe gezond ik ben. Je hebt mensen die wegkomen met roken en drinken en noem maar op. En ik moet nog maar naar een hamburger kijken en bij mij loopt het al fout. Nu, daarom presenteren wij even deze slide. Omdat ieder van ons zijn eigen verhaal heeft. En dat wij vanuit de wetenschap hier zien dat alles heel sterk gerelateerd is met leefstijlkeuzes. De keuzes die jullie overdag wel of niet maken, die bepalen echt wel of je naar die beste versie van jezelf kan gaan. En dan kan het uiteraard zeer goed zijn dat je opvoeding of bepaalde traumatische gebeurtenissen bepalen hoe dat je vandaag je wel doet of je ziekte hebt, ja of nee. Maar ook dan is er een oplossing. En die oplossing is heel sterk te gaan zoeken in een holistische leefstijlbenadering. En dat streven wij na met de KPNI. En dan zie je dat leefstijl zo belangrijk is, als we even gaan kijken naar alle welvaartsziektes op vandaag, vooral in de hoge inkomlanden, dan zien we in die top 10 zaken zoals beroertes, hart- en vaataandoeningen, dus gelinkt ook aan te hoge bloeddruk, te hoge cholesterolwaarde. We zien daar overgewicht, diabetes, suikerziekte, depressie zelfs. En wat is nu de clue? Dat in merendeel van die situaties de basis van het creëren van die welvaartschronische ziektes een low-grade inflammations, een chronisch overbelast immuunsysteem. En dat betekent, of waar is dat dan het gevolg van een aantal risicofactoren die te zoeken zijn in onze levensstijl. Denk aan In onze comfortabele levensstijl. Denk aan sedentary lifestyle. Dan mag je nog 3 keer per week gaan sporten, prima, of veel gaan wandelen, maar als je overdag onafgebroken langdurig zit, is dat een van de belangrijkste risicofactoren in het creëren van laaggradige ontsteking en dus in het creëren mogelijk van al die welvaartsziektes. En daarnaast een hoogcalorisch dieet. Hoogcalorisch dieet, ook weer typisch, hè? Het is logisch, hè? We hebben een voorkeur voor luizen, maar ook een voorkeur om suikerrijk en vetrijk te eten. Op elke hoek van de straat, overal in huis, vinden wij snacks die gezonder of minder gezond zijn. Wel, de hele dag door eten, en vaak nog hoogcalorisch eten, hoog vetrijk en suikerrijk eten, dat is misschien wel de tweede belangrijkste risicofactor op vandaag in het creëren van die laaggradige ontsteking, in het creëren van ziektes, depressies, etc. Dus hoe we ons fysiek en mentaal voelen, is dus nogmaals heel sterk terug te leiden naar levensstijl. En de keuzes die we misschien logisch niet meer maken, hè, als we niet moeten bewegen, waarom zouden we dan bewegen? Wij staan momenteel recht, is een bewuste keuze. Het was veel makkelijker geweest om die stoel die hier stond, om daarop te gaan zitten. Dus ook dat is belangrijk in de boodschap die we willen brengen, dat we heel sterk kunnen gaan naar die leefstijl gaan en van daaruit, zoals het hier staat, one life, one chance, we gaan echt daar het verschil mee kunnen gaan maken. Absoluut. Ik denk dat net zoals een dieet, wij niet houden van het woord dieet, dat wij echt houden van een levensstijl, een lifestyle, waar intermittent living een heel duidelijk voorbeeld is van wie niet eenmalig, maar we willen jullie onderdompelen in een concept waar je nooit meer vanaf wil. Hè, waar het in feite een stukje van je leven wordt. Hè, niet eenmalig, maar het voelt zo goed aan dat het een levensstijl wordt. Ja, absoluut. Kijk wat ik begrijpbaar was. Oké, prima.
zijn dat cijfers uit Amerika. Dat zijn inderdaad cijfers vanuit de World Health Organization. Dat is de internationale organisatie die met gezondheid bezig is. Dus dit is niet alleen Amerika, dit gaat om de high-income landen. Dus zeg maar de westerse wereld, hè, waar wij ook dus in leven. En dan zie je helaas dat die typische welvaartsziektes alleen maar aan belang winnen, in die negatieve zin dus bedoeld, en meer en meer aanwezig worden de laatste 20 jaar. En dan hebben we het eigenlijk nog niet gehad over toxines. Hè. Op dit moment zijn er meer dan 800.000 toxines waar we eigenlijk nog niet van weten wat ze allemaal van schade kunnen berokkenen. Denk aan insecticiden, pesticiden, lichtvervuiling, 5G-netwerken. Ook daar moeten we ons tegen kunnen beschermen. En dan zie je dat het eigenlijk al fout loopt bij hoogcalorisch dieet en sedentary lifestyle. Dus er is veel werk aan de winkel, maar laten we risico per risicofactor aanpakken en vooral gaan inzetten op die levensstijl. En welke levensstijl? Nou, de levensstijl die, dat had je waarschijnlijk al wel door, die we vandaag willen presenteren is de KPNI-levensstijl sowieso, want intermittent living is een heel belangrijk concept binnen die KPNI-levensstijl, maar ik benoem het toch graag als een intermitterende levensstijl. Wat is een intermitterende levensstijl? Uitstappen of afstappen van structuur, van comfort. Ja, comfort is belangrijk. En ja, het is oké om af en toe in die comfortzone te zitten, maar die comfortzone, continu daarin zitten, maakt ons letterlijk lui. Maakt ons letterlijk dommer, zwakker, en dus ook zieker, kwetsbaarder. En daar willen we graag verandering in brengen. En eigenlijk brengen we daar verandering in met iets heel oeroud, iets evolutionair bekend. Want dit is, zoals je zelfs al merken, de zaken die we inzetten bij een intermitterende levensstijl, dat is geen hoge wiskunde. Dat is opnieuw gaan integreren van zaken die we altijd gekend hebben, wat we ook vandaag niet meer doen. En nogmaals, logischerwijs doen we die niet meer. Want we kunnen overal zitten. We verplaatsen ons al zittend. We kunnen altijd een optie kiezen om ergens iets uit een kast of een snoepautomaat te eten of te drinken. Dus we hoeven niet meer uit die comfortzone te komen. Denk eens even aan besluitvaardigheid. Als wij steeds een rekenmachine nodig hebben, steeds Dr. Google nodig hebben, dan worden we niet meer genoopt om te na te denken en intelligent te zijn. Dus ja, we zijn intelligenter en intelligenter geworden doorheen die evolutie. En op die manier hebben we heel veel zaken zoals technologie en uitvindingen kunnen brengen. Maar die maken ons misschien net nu weer wat dommer en zwakker, omdat er is geen noodzaak meer. En het opnieuw gaan installeren van evolutionaire noodzaken, denk aan honger, dorst, kou, daar komen we zelfs nog even op in, dat is intermittent living. En dat is naar die levensstijl waar wij naar streven. Dus niet continu honger en dorst, maar intermitterend, acuut, om dan die voordelen te bekomen die aan ons ontstaan. Absoluut. En ik denk dat, dat we samen mogen zeggen dat het grote voordeel is, en waaruit ons enthousiasme ook zo gemakkelijk te verkopen valt, is dat het allemaal, het intermittent living concept, komt uit de wetenschap. Dr. Leo Pruimboom heeft ongeveer 30 jaar de KPNI klinische psychoneuroimmunologie bestudeerd, om daar het intermittent living concept uit te laten groeien. Gegroeid vanuit een evolutionaire geneeskunde. En ik denk, er is niets moois om dat integraal denken, de wetenschappelijke, te mogen overbrengen. Absoluut. Hard facts, soft skills. Wij proberen hier vandaag op een soft manier jullie te inspireren, maar de wetenschap erachter is keihard. En nogmaals, ik heb mijn eigen verhaal gehad. Ik ben de KPNI in de living gaan beginnen studeren. En als je dan merkt hoe hard en sluitend die wetenschap erachter is, dat is ongelooflijk. Dan wil je gewoon niet meer terug. Ik heb intussen begrepen dat de PowerPoint wordt gedeeld in die zin. Ik denk, Ingen heeft de vraag gesteld, dit wordt opgenomen. En jullie krijgen allemaal de opname nadien per mail verstuurd. Dus dan kan je nog eens kijken hoe dat in het begin technologisch wat fout is gelopen. En hoe we daar dan onverstoorbaar zijn proberen mee om te gaan. En op die manier heb je ook de slides op dat beeld. Ja, perfect. Ik moet van Wouter nog een beetje opschuiven. Dan horen jullie mij ook. Voilà. Goed. Een foto van ons twee met onze pul van KPNI Belgium aan. Dat was denk ik in september bij de Week van de Ondernemers. Wouter, deze slide is eigenlijk voor jou. Want ik heb nu al kort gezegd wie dat ik ben. Kan iedereen zijn geluid nog even voilà, op stil zetten? Prima. Ik heb intussen gezegd wat mijn verhaal is. Hoewel ik hier terecht ben geraakt. Ja. Maar jij nog niet, waardoor jij staat en voor waar KPNI Belgium staat. Wel... Ja, dat is een prachtig verhaal ook. Hè. Mijn achtergrond is in feite kinesitherapeut.
En ik ben in het jaar 2009 begonnen met ortomoleculaire geneeskunde te gaan studeren. Dat in Nederland gedaan. Dan heb ik in 2013 ben ik afgestudeerd in Nederland als klinisch psychoneuroimmunoloog. En het verhaal heeft mij nooit meer losgelaten. Het was een verhaal waar dat integraal denkende, en dus zeer hard wetenschappelijke, voor mijn patiënten... Ah, moet misschien de min of zeggen. Wacht, de minste de prijs. Ja. Allemaal unmuted. Iedereen unmuted. Ik kan de min nog zeggen. En het verhaal is in Nederland 2013 afgestudeerd. Het enthousiasme was zodanig groot. Ik heb mijn collega Vernoe Thomas een warm gemaakt voor dit verhaal. We zijn naar Nederland getrokken om te gaan vragen in feite, mogen wij KPNI, die wetenschap in België, gaan neerzetten. We hebben een ja gekregen. Intussen zijn wij 5, 6 jaar verder. 4.800 mensen zijn de revue gepasseerd. Ja, weet je, het is een passie, maar het is vooral ook een harde wetenschap. En ik denk, we zijn nu 2,5 jaar verder met het Intermittent Living concept, die daar een deel van is, het practical een deel van KPNI gebeuren. En ik denk dat ik samen met Siebe een verschrikkelijk grote missie heb om in feite misschien wel de helft van België mee te nemen in het verhaal. Want dit zorgt ervoor dat het gedaan zal zijn met achter de feiten aan te hollen. Weet je, ik heb het heel vaak gezien in de praktijk. Ik ben zelf kinesitherapeut, waar ik mensen honderden mensen... Ik kijk bij Boos, wacht. Mute al. Waar ik hoop... Of die ten zelf ook zelf. En waar we nu in feite causaal, dus aan de oorzaak gaan werken... En waar Intermittent Living het mooiste voorbeeld is, want dit is het leven teruggeven aan de basis. Al de interventies die gebeuren bij Intermittent Living zijn zo bazaal juist die bij het leven horen, dat uw leven in feite of uw lichaam terug in zijn energieverdeling komt. Hè. En ik denk, dit is mijn verhaal vanuit de KPNI. En ik zou kunnen blijven vertellen, maar goed, ik denk dat we moeten doorgaan met de slideshow. Goed. Intermittent living. Wouter zei net al, de kracht voor mij van intermittent living, waarom ik er zelf zo graag op inzet, niet alleen voor mezelf, maar ook met anderen, in de begeleiding van anderen, in het gidsen van anderen, is dat het zo praktisch is. Op vandaag, of je nu atleet bent, of je wilt als ondernemer met weinig tijd toch nog wat percentages winnen. Of je wilt gewoon snel resultaat voelen als je je ellendig of weinig of lage energie voelt. Dan kan intermittent living die oplossing betekenen voor jou. Een stap in de goede richting betekenen. Het mooie aan het concept is dat je met heel eenvoudige, haalbare en vooral tijdsefficiënte tools beterschap voelt. Onmiddellijk een resultaat voelt. Dat is iets waar we enorm naar streven, is die quick win. Eén ademhalingsoefening die onmiddellijk die doorbloeding naar dat brein gaat vergroten. Eén koude douche die onmiddellijk energie mobiliseert naar het brein. Die onmiddellijk het gevoel geeft dat je goed en beter in je vel zit. 16 uur vasten, scherpte en helderheid. Ik kan zo nog wel even doorgaan. En dat is de kracht van intermittent living. Je hoeft niet naar extremen te gaan, lang aan een stukje. Je hoeft niet te gaan diëten. Je hoeft niet 4, 5 weken alles op te geven. We gaan dat doen met eenvoudige, maar vooral even uit de comfortzone komende prikkels, die ons daarna be comfortable being uncomfortable. Dus dat je eigenlijk zodanig leert comfortabel worden met die verschillende prikkels die we heel lang vergeten zijn, maar die er eigenlijk altijd geweest zijn. En dan speelt het in op zowel fysiek als mentaal vlak. Ja, intermittent living bestaat er vooral in aan de hand van fysieke acute stressoren beter uit die stressor te komen. Maar het gevolg is dat we niet alleen op fysiek vlak, en we gaan straks zien dat we dat zelfs op metabool op bloedniveau kunnen gaan aantonen, maar ook op mentaal vlak ons beter gaan voelen. Als we het hebben over balans, in controle zijn, in veranderende omstandigheden het juiste doen, onder grote druk toch nog goede beslissingen blijven nemen, je goed in je vel voelen, onverstoorbaar zijn, dan zie je dat dat allemaal effecten zijn die veel verder gaan dan het fysieke vlak.
En dat kunnen we bekomen met intermittent living. En ik denk, als ik daar iets maar aan toevoegen, zien we dat het intermittent living concept heeft de mooiste uitkomst van dat toe te gaan passen, is dat er rust gecreëerd wordt op het immuunsysteem. En in het lichaam is het heel simpel, het is of-of. Het is of de hersenen of het immuunsysteem. En als het immuunsysteem te actief is, dan kunnen de hersenen niet alle energie krijgen. Dus maar als het immuunsysteem tot rust gekomen is, dan kunnen de hersenen terug gaan domineren. En dan kunnen zij de permissie geven om ook besluitvaardigheid toe te passen. Om ook temperatuur te gaan regelen op tijd. Dus intermittent living, rust op het immuunsysteem. Absoluut. We hebben het al een aantal keer in de mond genomen, of tenminste toch losse interventies. Wel, wat is intermittent living? Veel meer dan intermittent fasting. Jullie hebben misschien al wel geëxperimenteerd of gehoord van een zieke verschrikkelijk slecht. Jurgen, ik doe mijn best om terug meer verstaanbaar te worden. Blijf ons die feedback geven. Daar kunnen we van groeien en van op aanpassen. Kijk, intermitterend vasten, of tenminste al eens proberen om minder hoog in maaltijdfrequentie te zitten en die maaltijden op een wat kortere tijdspanne binnen te nemen. De bewezen effecten daarvan zijn oneindig. Je gaat scherper zijn, helderder zijn. Je gaat aan autofagie doen. Dus je gaat met andere woorden een stukje aan recyclage van cellen doen. Dus je bent eigenlijk anti-aging aan het doen. Cellen opnieuw opkuisen naar gebruik. Je gaat daarmee ontstekingen verlagen. Je gaat dat immuunsysteem rust geven, waardoor dat brein terug kan gaan excelleren. Dat alleen al zijn de voordelen, of een aantal voordelen van intermitterend vasten. Als je spreekt, sorry dat ik je onderbreek, maar als je spreekt over ontstekingen gaan remmen, hoeveel mensen hebben die een Achillespeesontsteking, een tenniselleboog, chronische ontstekingen op die trapeziusspier? Al dit soort zaken wordt zo simpel terug in balans gebracht. Ja. En dan zie je ook staan, we gaan ook werken met koude prikkels. Je hebt al wel eens gehoord van een koude douche. Daarom doe je het nog niet, maar je hebt er waarschijnlijk al wel eens van gehoord. Ja, men heeft onderzoek gedaan. Als je 30 op één volgende dagen koud afdoucht, 30 seconden kan al genoeg zijn, dat zorgt binnen bedrijven voor 29% minder ziekteverzuim. Met andere woorden, dat zal waarschijnlijk iets met je immuunsysteem gaan doen. Je gaat meer energie ervaren. Want als je 's ochtends bijvoorbeeld die koude douche neemt, of al eens koud probeert af te douchen, dan ga je ook een piek krijgen in cortisol, dus eigenlijk je energiehormoon. Dus het uitgerust gevoel 's ochtends kan door een koude douche. We kunnen uiteraard nog een stapje verder gaan met koude baden en zo verder. Dan is dat weer heel interessant naar het stabiliseren van bloedsuikerspiegels. Maar begin al eens bij het begin, en bijvoorbeeld een koude douche. Intermittent exercise. We hebben het al gehad over beweging, maar dit gaat vooral over het doorbreken van die ziektijd. En dan hoeven we niet allemaal aan crossfit te gaan doen, of dan hoeven we geen 8 uur per dag te gaan wandelen in de Ardennen. Nee, laten we gewoon eens heel simpel beginnen met elk uur die ziektijd te gaan doorbreken. Met een activiteit die mijn hartslag verhoogt. Waarbij ik niet door stress, maar door fysieke activiteit opnieuw terug door bloeding in die spieren en dat brein krijg. En op die manier waarschijnlijk die dag al veel productiever doorgaan. Maar niet alleen korte termijn effect, maar ook op bloedsuikerspiegelniveau positieve effecten gaan hebben. Cholesterolwaarden terug te gaan normaliseren. Jan steekt zijn hand op. Jan, waarom steek je je hand op? Vertel het ons. Hypercapnia, CO2-tolerantietraining. Als je op vandaag gaat kijken hoe weinig mensen nog CO2-tolerant zijn, hoeveel mensen, en misschien herken je dat wel, die net bij die veranderende omstandigheden niet meer helder de juiste beslissing kunnen nemen, die zelfs in paniek gaan slaan. Mensen die misschien ook wat last hebben van fobieën. Wel, die mensen die hebben absoluut baat om terug die tolerantie van CO2 en CO2-stijgingen te gaan trainen. En ook dat gaan we doen met intermittent living. Heel simpel, in een zakje in en uit gaan ademen, zaken die we via deep learning aanleren en die in die weekends, weken traject die we aanbieden, waarbij we samen doorheen die ervaring gaan. We hebben het al gehad over honger, wel dorst. Misschien is voor mij dorst wel de interventie die ik op vandaag het meeste inzet. Niet alleen omdat bulk drinken, dus laten we even de mythe doorbreken of doorprikken, dat we moeten 8 glazen water per dag drinken. En dat we dus de hele dag door beter water en vocht tot ons nemen. Wel is eigenlijk op weinig of niets gebaseerd. In die zin dat we evolutionair zodanig gemaakt zijn om net met dorst om te gaan. We gingen van waterbron naar waterbron. Dus de hele dag door een klein slokje nemen en dan het flesje weer wegzetten, eigenlijk klopt daar niks van. Ik wil niet zeggen dat je niet voldoende water moet drinken.
maar niet de hele dag door. Het gaat om de frequentie en niet om de hoeveelheid. Ja, voldoende vocht is absoluut belangrijk richting gezondheid, maar het gaat om die frequentie. En als we de hele dag door kleine slokjes nemen, wat doen we dan? Dan verstoren we eigenlijk ons dorstregulatiesysteem. Het gevolg is dat we heel afhankelijk worden van drinken en dat je geen half uur meer kan gaan sporten zonder dat je opnieuw al flessen water moet gaan werken, dat die zout- en waterhuishouding verstoord is. En ik zal zelfs meer zeggen, het zorgt voor een verstoring van bloeddruk, et cetera. Dus als we willen opnieuw evolutionair gezien een stukje meer mens worden, dan willen we juist gaan bulk drinken. Dan is bulk drinken, hè, maximaal 4 grote drinksessies per dag. En dan mag je gerust koffie, wat thee en wat water drinken. Zoek allemaal vochtinnames, maar probeer wat meer af te leiden en niet de hele dag door te drinken. Als je intussen misschien al wist dat de hele dag door eten je immuunsysteem continu actief houdt, wel, drinken heeft eigenlijk eenzelfde effect. Dus wil ik rust weer creëren aan het immuunsysteem, wat Wouter dat straks zei, en het brein laten domineren en niet meer afhankelijk zijn van de volgende drinkpauze, dan gaan we ook gaan werken met intermitterend drinken of bulk drinken. En we kunnen nog een stapje verder gaan. Want in tijden van COVID, van toch nog altijd sociale isolatie, en we moeten van thuis uitwerken, we hebben niet meer met contact met die collega's, wat missen we dan? We missen oxytocine. Letterlijk het hormoon dat ervoor zorgt, hè, dat vrijkomt bij skin-to-skin contact, sociale interactie, zekerheid en veiligheid. Zekerheid en veiligheid, dat gevoel hebben we vandaag veel te weinig. Wel, ik ga jullie vertellen, lieve mensen, knuffel, zeker voldoende, een half uur per dag, maar ga ook dorst hebben. Dorst is een bewezen intermittent living interventie die letterlijk oxytocine vrijzet, zodanig dat die uit je oren komt. Dus je gaat zelfvertrouwen creëren. Je gaat goed in je vel zitten. Je voelt geborgenheid, veiligheid en je gaat in sociale interactie, social bonding, teamcohesie gaat verbeteren. Dus mijn vraag is dat voor mij de afgelopen 2 jaar de interventie, de uitstek geweest. En ook dat gaat terugkomen in onze trajecten. We gaan je dat aanleren, je gaat het ervaren en je gaat daar zo thuis op een goede manier mee aan de slag kunnen gaan. En wat het mooie is, dat al die interventies, of bijna al die interventies, heel gemakkelijk toepasbaar zijn. Intermittent drinking of intermittent fasting, dat zijn allemaal zaken die we thuis zelf kunnen gaan doen. Als je die eenmaal aangeleerd krijgt op een juiste manier, met de juiste kennis erachter, dan is het niet moeilijk om dat thuis verder te zetten. En zo kunnen we nog wel een tijdje verder gaan. Ik zag hier een vraag, Henricus. Intermittent sleep, heb je dat? Absoluut. Eigenlijk zijn er maar 2 zaken die in het leven niet intermitterend mogen zijn. En dat is 1, liefde. En 2, zijn dat vitamines en mineralen. Dus als we het hebben over vasten, prima, doen. Maar ga als je eet, altijd zorgen dat je voldoende fruit, groenten, schaaldieren, vis binnenkrijgt. Om op die manier het lichaam en het brein te voeden. Dus intermitterend, ja, alles in het leven, zelfs slaap. Maar niet liefde en micronutriënten zoals vitamine en mineralen. Intermitterend betekent dan ook intermitterend. Dat wil niet zeggen alle dagen te veel gaan vasten en alle dagen te veel gaan intermittent drinking doen. En intermitterend. Dus, Kijk, eigenlijk het mooie van het concept, en dat gaan jullie leren kennen als je bepaald met een traject met ons aangaat of al intussen aangegaan bent, is dat je de ene dag wil je het brein even prikkelen. Dan gaan we cognitieve prikkels doen. De andere dag wil je de pancreas, de alveolsklier even prikkelen. Dan gaan we intermitterend vasten. De andere dag willen we de darm prikkelen. Dan gaan we gefermenteerde voeding eten. Dan gaan we werken met de bepaalde kruiden die de darm prikkelen. En de andere dag willen we bijvoorbeeld de longen gaan prikkelen. Dan gaan we een intermitterende hypercapnia oefening doen. Op die manier gaan we met intermittent living aan de slag. En op die manier geeft het ook vrijheid. Geeft het rust, want je hoeft niet elke dag alles te gaan ondernemen. Er is niets fijner dan onafhankelijk van voeding af en toe verder te kunnen presteren in uw dag. Als het middag is, je hebt toevallig toch nog een vergadering die op een redelijk niveau moet verder gezet kunnen worden en je hebt geen nood aan een koekje of een broodje of iets anders, dat is een fantastisch gevoel. Dan kom je s'avonds thuis en zelfs dan nog de capaciteit hebben om eventueel uw avondmaaltijd misschien ook over te slaan, want de kans dat je daar gaat compenseren omdat je 's middags niet gegeten hebt, is bestaande. Want dit is besluitvaardigheid en metabole flexibiliteit. En dat is wat we willen bereiken met misschien wel de helft van België die metabool ziek aan het worden is. Ja. Dit spreekt voor zich. We hebben al gezegd, hard facts, soft skills, de wetenschap zit erachter. Leo Pruimboom zelf heeft al zoveel jaren onderzoek gedaan
Wij kunnen de laatste jaren met veel plezier mee in het onderzoek bijdragen. We hebben intussen meer dan 600 mensen in een intermittent living week gestoken, waarbij we echt zien aan basis van metabole waarden die verbeteringen die intermittent living met zich kan meebrengen. En wat zijn voor ons de zaken die eruit springen? Wat zijn voor andere mensen de zaken die eruit springen? Ik pak er graag in uit, Wouter, en dan ga jij maar verder. Voor mij gaat het erom dat we innovatief zijn. De kracht die we hebben om aan de bron te zitten. Leo Pruimboom himself, wij als KPI Belgium, als instituut, gekoppeld aan het International Institute of Intermittent Living van Leo Pruimboom, is ongelooflijk. En zo proberen we ook elke week, elk jaar na jaar, die innovatie te brengen. En een van die innovaties, bijvoorbeeld die dit jaar, en waar we nog vol op gaan letten het komende jaar, is bijvoorbeeld voeding. We wisten al dat voeding als medicijn kan en moet worden ingezet. Tijdens die weken gaan jullie, als jullie eten, fantastische voeding tot je krijgen. En ik zie een aantal mensen, jakelijke mensen, die in die weken hebben gezeten. Alleen al die voeding kan zodanig rust geven aan het immuunsysteem, ontsteking verlagen, dat je eigenlijk daar al een stuk van het genezingsproces hebt. Maar die voeding nog meer gaan inzetten, met andere woorden, op bepaalde dagen die combinaties van voedingsmiddelen maken om het effect van het intermittent living concept nog meer tot uiting te laten komen, dat is bijvoorbeeld iets waar we het komende jaar nog meer gaan op inzetten. Puur op basis van laatste nieuwe inzichten. Of bijvoorbeeld de kracht van sociale interactie. Ik heb net al aangetoond hoe belangrijk het is om te kunnen sociaal interageren, maar nog belangrijker is die interactie, het socializen in groep. We hebben gemerkt, op basis van de laatste jaren, dat de kracht van de groep het verschil maakt. Willen we goede, positieve resultaten zien die echt uitblinken, verbetering van metabole waarden, cholesterolwaarden en andere, dan is die groep cruciaal. Wil dat zeggen dat alleen een koude douche nemen niet interessant is en geen voordeel oplevert? Helemaal niet. Maar wil je op een bepaald moment echt in die reset komen, dan gaan we in groep dit verhaal gaan doen. En dan zie je in die weken niet alleen dat er een enorme connectie is tussen mensen, maar dat, hoe zegt Leo het altijd, individuen kunnen geen bergen verzetten, maar groepen wel. En daarom zie je dat die interactie, social support, socializing, misschien wel de key is om long-term intrinsiek gemotiveerd te blijven en die resultaten te boeken. Absoluut. Ja. Ik zie een aantal zaken die ik graag zou willen vertellen. Ik denk, wat ik daarnet al zei, misschien de haalbaarheid van intermittent living toe te gaan passen nadat je het eenmaal aangeleerd gekregen hebt, dat is waarschijnlijk het meest fantastische. Het is zo simpel. Het is zo logisch. Opnieuw naar mijn eigen vakdomein als kinesitherapeut, manueel therapeut, osteopaat, waar we achterna horen aan de feiten. En als je dan ziet hoe simpel het kan zijn door je maaltijdfrequentie te gaan aan te passen. En wat je ziet, dat je dan vanuit de wetenschap rust krijgt op het immuunsysteem. Dan kan tenminste de ontsteking in de periferie terug aangepakt worden zoals het hoort. Dus het is zo logisch en het is haalbaar. Hierbij, dit is gewoon voldoende voor mij. Dankjewel. Ik zie Bjorn Ruitings hier op de foto. Hij zit trouwens mee te kijken. Bjorn was erbij onze afgelopen week in september met de ondernemers. En misschien moet ik Bjorn er aan het woord laten. Ik ga het niet doen, want ik weet dat hij dan even in dat rustig opkomend moment gaat. Laat me even vertellen, op basis van feedback die we van hem gekregen hebben, van al onze deelnemers in die trajecten, de zaken die er echt naar voren komen is, weg met energiediepjes. Je kent dat wel. Je begint heel goed aan de dag, en dan na de middag voel je dat die energie weer een pak minder ligt. Dat kan voedingsgerelateerd zijn, of dat kan gewoon ook zijn aan het feit dat brein niet meer trekt op dat moment. En dan zien we dat intermittent living, een hele simpele fast, of een ademhalingsoefening, of een onderbreken van de zittijd met bepaalde push-ups, of noem maar op, dat alweer meteen die energie gaat verhogen. En dat zien we bijvoorbeeld ook in die bloedresultaten. Als we op het einde van die week de bloedresultaten opnieuw meten, dus op dag 1 en op dag 5, dan zien we dat dag 1 bij heel veel mensen al in een soort van pre-diabetesfase zitten. Dat wil nog niet zeggen dat de suiker nuchter verhoogd is, maar wel dat er een verstoring is van de insulinespiegels en dus ook de bloedsuikerspiegels. Wel, dat is voldoende om energiedipjes te hebben. 4 of 5 dagen intermittent living kan die bloed- en insulinespiegels terug gaan normaliseren. Weg gedaan met energiedipjes. Geen vermoeidheid meer door de dag en kunnen excelleren. Herinner u vraag 1. Heb je voldoende energie om de hele dag te doen wat je wil doen, om je taken afgewerkt te krijgen? Wel, ook dat gaan we herstellen op metabool niveau.
Flexibiliteit, dat bedoelen we niet te veel lenigheid mee. Hè. Lenigheid is belangrijk, maar het gaat vooral om die metabole flexibiliteit. Hoe goed is dat brein in staat om te presteren, om energie te mobiliseren in alle situaties? Kan ik functioneren als ik niet gegeten heb en kan ik functioneren als ik net wel gegeten heb? Kan ik functioneren bij als ik in een koud bad zit of kan ik dat niet? Kan ik functioneren als ik weinig geslapen heb of moet ik veel geslapen hebben? Die zaken, die flexibiliteit gaan wij ook creëren. Mentale, fysieke, metabole flexibiliteit. Anti-aging, niet onbelangrijk. Als we het hebben over risicofactoren zoals hoogcalorisch diëten, of eten, sedentary lifestyle, en al die 800.000 toxines die we daar straks beschreven hebben, wel dat zorgt letterlijk voor roest. Ouder worden is het verhogen van ontstekingen, is roesten, vergelijken met een auto die roest op termijn. Wel dat proces kunnen we met intermittent living gaan omkeren. Net omdat we inspelen op die roestprocessen, die oxidatieve processen in het lichaam. We gaan ontstekingen verlagen. Dus intermittent living is anti-aging. Anti-ontsteking, anti-kanker. Het is zo zelfs, zie je, dat een stel gemiddeld tussen de 40 en de 70 keer op een leven kan vernieuwd worden. Je kent het wel, heeft zo'n telomeerlengte, zo'n soort ressort. En als het op is, is het op. En dan moet het zich omdraaien in waarschijnlijk een ziektebeeld. Een auto-immuunziektebeeld of een kanker. Door net niet altijd datzelfde orgaan te gaan aanspreken, altijd die pancreas of altijd die lever of altijd die hersen, door dat intermitterend te gaan leven, wel, zo spaar je de levensduur van jezelf. Dat betekent, door niet altijd herhaaldelijk dat ze diezelfde cel te gaan gebruiken. Absoluut. Dus dat is anti-aging. Ja. En immuniteit. Ik denk, ik moet het niet vertellen, maar wij geloven vooral in het versterken van het immuunsysteem van binnenuit, om op die manier tegen, om het even welk virus of infectie, weerstand te bieden. Wel, intermittent living verhoogt onze immuniteit. Je zegt van binnenuit, ja, met voeding, maar tegelijkertijd zien we ook van buitenuit, want we weten als we krassen maken aan de buitenkant van ons lichaam, dat ons lichaam niet aan de binnenkant gaat ontsteken, snap je? Dus dat is goed voor de weerbaarheid naar auto-immuniteit. Ja, en daarom dat we bij voorkeur die trajecten ook altijd buiten doen. We gaan weg uit die comfortabele normotemperatuuromgeving binnen. We gaan naar buiten, we gaan zelfs stukjes blootvoet doen. We gaan dat immuunsysteem terug naar die periferie trekken. Jonas vraagt geen vaccin meer nodig. Jonas, daar gaan we waarschijnlijk niet op antwoorden vanavond. We hebben er misschien wel een mening over, maar we gaan daar niet in het publiek op antwoorden. Dat is een gevoelig onderwerp. Hè? Dus, ik durf daar wel op in te pikken. En voor mij is intermittent living, na wat ik meegemaakt heb op eigen gezondheidsniveau, en wat ik zie in de praktijk dagelijks, individueel en in groep, is dat intermittent living een vaccin biedt tegen de schadelijke effecten van onze maatschappij. En daar wil ik het graag op houden. Dan mag je zelf invullen wat al die schadelijke effecten zijn. Maar op die manier zijn we beschermd tegen, of beter beschermd tegen die 800.000 toxines, zijn we beschermd tegen die andere risicofactoren. Dus voor mij een vaccin tegen de schadelijke effecten van de moderne maatschappij. Onze trajecten, we zijn intussen 45 minuten verder. Het wordt tijd dat we stilaan concreet maken. Dat je hopelijk na onze uitleg, na ons verhaal voelt van... Ja, misschien wil ik wel aan de slag. Ik heb een tekort van energie in mijn hoofd. Ik heb een ontsteking. Ik ben net niet energiek genoeg de ganse dag door. Ik stel beslissingen continu uit. Ik wil vitaal kunnen zijn en oud kunnen worden. Ik kan niet loslaten, waardoor ik ook moeilijker inslaap. Hè, dus het deconnecteren. Ja. En wij spreken nu uit enthousiasme, omdat het verhaal is veel te logisch. En wij kunnen niet anders dan de trajecten die we nu al 2 jaar aan het aanbieden zijn, uitbreiden, omdat we de resultaten zien van de laatste 2 jaar van die mensen. Ja, dus laten we eens even samen kijken wat dat intermittent living kan betekenen en wat beter dan een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Hoe zegt men dat? Je gaat proberen of fout als je kan. De cursor. We hopen dat het met geluid is van de eerste keer correct.
ademhaling doet voor de pijn van de boeken. Zelf aan de slag. Tools meekrijgen om te kunnen. Ik hoop dat jullie net zoals wij de muziek hadden, want ik krijg daar kippenvel van. Mooi. Goed. Dit was ik voordat ik mijn lange haren had. Pre-corona. Wat is dat met plastic zakje? Ik kom straks nog even op de vraag van het plastic zakje. Dat is een hypercapnietraining. Dat is letterlijk om je antipanieksysteem te trainen, ook longcapaciteit, dus die CO2-tolerantie trainen. Haalbare tools, daar gaat het om. Je mag iedereen wijsmaken wat je wilt, maar als het 3, 4, 5 weken lang duurt alvorens je resultaat voelt, of het valt niet ingeplant te worden in je drukke schema, in je drukke leven, dan verwatert het. Dan gaat het niet lukken. Dus ja, soms kan je een weekend, een week nodig hebben om die kickstart te hebben, om die reset te krijgen. Maar nadien kan je zelf met je eigen intermittent living blueprint, met je eigen tools, in je weekschema gaan beginnen inplannen. Ik zal nooit vergeten dat Charlotte Ranson van het grote bedrijf Ranson, die zei van kijk, we hebben intussen na die week de gewoonte om samen met het gezin op zondagavond even naar het weekschema te kijken. En wat zaken te gaan inplannen. Dan gaan wij bijvoorbeeld samen het koude water in. Of dan gaan we vasten of maar 1 maaltijd per dag nemen. Dus je kan op die manier ook voor jezelf, in je routines die je al hebt, die zaken makkelijk gaan inplannen. Voeding. Voeding? Ja, ik denk voeding is een opnieuw, uiteraard vanuit het intermittent living weken die we mogen doen, maar vooral vanuit de praktijk. Als je ziet dat wat er soms nog patiënten naar ons toe komen, de dokter heeft gezegd dat voeding niets te maken heeft met mijn pathologie. Ik vind het spijtig. Want het is zo simpel, opnieuw met hernia, met chronische ontstekingen, met vermoeidheid, zelfs met burn-out, met depressie. Wat heeft voeding te maken met depressie? Wel, ik geef u op een blaadje dat de kans dat voeding er voor iets tussen zit vrij groot is. En niet alleen de inhoud van voeding, maar het gaat om de variatie. En als we zeggen dat we 120 verschillende voedingsmiddelen per zoveel dagen gaan nuttigen, dit is de kracht om ons darmmicrobioom, dus ons immuunsysteem, tot rust te brengen. Als het niet alles gaat, het immuunsysteem moet aanhalen als het aan moet gaan. Als er een auto op je komt afgereden, hoop ik dat je wegrent dat het immuunsysteem aanhaalt. Maar normaliter moet het wel ongeveer in 80% of 90% van de dag uitstaan. En als we doen zoals we vandaag aan het doen zijn, dan blijft het chronisch geactiveerd. Met de consequentie dat het tot metabole ziektebeelden leidt. Dat is niet erg, maar voel je daar goed bij? Nee. Wij hebben geen zin meer om een tekort aan energie te hebben. En dus in onze trajecten, tenminste als je met ons bepaald naar de Ardennen gaat, we gaan de natuur in, we gaan naar die locatie die je net gezien hebt, gaan we met voeding als medicijn werken. Kom je 1-op-1 in de praktijk, is voeding ook belangrijk, maar gaan we dat niet kunnen bieden? Dus wat we heel vaak merken, is net door mensen uit hun context te halen, weg uit de bedrijfscontext, die rat race waarin ze leven, en 2 tot 4, 5 dagen in een andere locatie, in de natuur, met allen daar zitten en die voeding ook gaan gebruiken, dat voor vele mensen de genezing betekent op hun stap in de richting.
Meetbaar, meten is weten, daar gaan we niet onderuit. De laatste jaren hebben we onderzoeken gedaan, hebben we data verzameld en we merken elke keer opnieuw in dezelfde directionele of in dezelfde richting positieve resultaten. Het normaliseren, stabiliseren van bloedsuiker en insulinespiegels. Cholesterolwaarden die worden genormaliseerd, vooral dan de triglyceriden, de slechte vetzuren, waardoor het risico op hart- en vaatziekten afneemt. Bloeddruk die terug genormaliseerd wordt, weg met pillen tegen de hoge bloeddruk. Slaap die terug kwalitatief vol wordt. Wat meten we nog allemaal? We gaan kijken ontstekingswaarden die terug genormaliseerd worden na die week. Dus in die week gaan we eigenlijk werken soms met het creëren van een acute ontsteking, een acute wonde, net om die laaggradige chronische wonde te kunnen oplossen. En dat doet dus intermittent living ook in hoge combinaties, in veelvuldige combinaties, gaan we het immuunsysteem even op zijn flikker geven om daarna eigenlijk terug die rust te vinden. En daar draait dan zo'n intermittent living week om. Dit hebben we al uitvoerig aan bod laten komen. Dit is bijvoorbeeld een beeld als we samen het koude water ingaan. Fantastisch. Veilig. Intussen hebben we, zeker belangrijk, we gaan je niet zomaar het koude water insturen met alle gevolgen van dien. En we vertrekken altijd vanuit deep learning. En we hebben de luxe dat we met heel goede coaches kunnen samenwerken, waardoor we ook die veiligheid kunnen gaan garanderen. En we zijn niet aan ons proefstuk toe. We hebben die protocollen, die wetenschap achter ons. En die kunnen we op een manier brengen dat iedereen op een veilige manier door ervaren kan. Mensen die vragen hebben, zou dit wel iets kunnen zijn voor mij? Ja, die mogen ons uiteraard altijd contacteren, maar wij zijn er juist om voor jouw veiligheid te gaan zorgen. Mensen die achterliggend misschien wel een klein beetje een hartaandoening hebben, of toch wel met prediabetes of diabetes zitten, of met Crohn's ontsteking, of lichte depressie sukkelen, ook voor hen is het weggelegd om aan de living te gaan doen. Ja. Op een veilige manier. En zelfs inderdaad, Pascal, en heb je op een moment die COVID-infectie gehad met severe symptoms of nog altijd op dit moment restsymptomen van die infectie, ook daar kan intermittent living rondwerken. Want wat gaan we met intermittent living doen? Dat systeem terug sterker maken. Ervoor zorgen dat als daar restsymptomen zitten, bijvoorbeeld naar bijvoorbeeld ademhalingsproblemen, die longen die niet meer optimaal functioneren als gevolg van aftakeling van het vezel, kunnen we gewoon met hypercapnie, hypoxie, ademhalingsoefeningen daar veranderingen gaan inbrengen. Dus ja, ook met intermittent living kunnen we restsymptomen van een COVID-infectie gaan aanpakken. Daarnaast Wim Hof, een vraag, wat denken jullie over Wim Hof? Wim Hof, de Iceman, fantastisch. Op zijn manier inspireert hij zoveel mensen. Wat Wim Hof doet, is vooral in een koude stukje ademhaling, een bepaalde ademhaling en eventueel wat vaste. Wij gaan veel completer gaan. Zoals je al gemerkt hebt, hitte, CO2-tolerantietrainingen, voeding als medicijn gaan inzetten, intermittent drinking, cognitieve prikkels. Dus bij ons is het een, laten we zeggen, Wim Hof past een stukje in dit concept, maar wij gaan naar echt een levensstijl waarbij we op al die facetten gaan inzetten. Dus absoluut voorstander van koude ademhaling volgens Wim Hof. Wij gaan een stapje verder en hebben het in het intermittent living concept op die manier gedoopt. Boost weekend. Ik denk, we zijn rond met onze uitleg. Dit gaat nu vooral om, stel, wat hebben we? Je hebt dat filmpje net gezien. Ja, we hebben dat filmpje net gezien. Is dat iets voor jou? Wil je eerder in een lager niveau instappen? Stel dat je zegt, van ik wil toch iets gaan doen met die levensstijl. Wel, dan hebben we verschillende formats. En sinds dit jaar gaan we beginnen met weekends. Boost weekends. Vrijdagavond toekomen, maandagochtend naar huis. 2 volle dagen waarin we gaan werken met al die evolutionaire prikkels die je daarnet gezien hebt. Koude prikkels, hitte prikkels. We gaan bewegen, we gaan de natuur in, we gaan samenwerken, we gaan voeding inzetten. We gaan cognitieve prikkels geven, et cetera. 2 dagen eigenlijk niet, want het begint al die avond bij je met de maaltijd die al een voedingsprikkel en een gezondheidsprikkel is. Die al in deep learning ga je daar mee krijgen. En we gaan op die manier dat weekend goed vullen. Dus je gaat daar een training krijgen die vooral inzet op directe winst in energie. Je krijgt tools mee of aangereikt waar je thuis ook mee aan de slag kan gaan. En alles nogmaals start vanuit deep learning. We leggen uit hoe iets werkt, waarom we iets doen. En van daaruit gaan we de ervaring samen in. En na die ervaring krijg je dan praktische tips mee om thuis op een haalbare manier verder aan de slag te gaan. Ook daar volgen we al op met een aantal medische en fysieke parameters. We gaan geen bloedafname doen. Maar we gaan bijvoorbeeld wel bloeddruk meten, bloedglucose meten. We gaan sinds dit jaar, vanaf dit jaar komt ook met
lactaatmetingen werkt, omdat bijvoorbeeld lactaat ook een indicatie geeft over hoe ik kan omgaan met mentale en emotionele stress. Dus op die manier gaan we ook weer innoveren ten opzichte van de vorige jaar. En ik denk, het spreekt voor zich, het is een weekend, het zal een weekend zijn om nooit te vergeten. Het kan voor mensen zijn die zeggen, ik twijfel nog een beetje om in die volledige week binnen te komen, omdat het mij niet lukt qua agenda, qua tijdsbesteding, et cetera. Maar het is ook een opfrissing voor mensen die al mee zijn gegaan. We hebben op dit moment al heel wat inschrijvingen voor dat weekend. En daar zijn heel veel bekende gezichten bij. Mensen die in september of in juli een week hebben gedaan. En die eigenlijk de blijvende effecten willen blijven ervaren door nu een opfrissing te geven. We geven ook vandaag wat acties. Jullie zijn met redelijk wat aanwezigen. Jullie zijn die pioniers die er van begin bij zijn. Vandaar. Bovenop de prijs van €945 exclusief BTW, KMO-portefeuille kan trouwens ingeschakeld worden. Geven we vandaag de actie dat als je tot zondagmiddag geldt die actie, als je voor zondagmiddag inschrijft, krijg je alvast een gratis boek, Zo word je een oersterk voetballer. Fantastisch boek, dat we inderdaad komen als AV, we hebben met Kampen Belgen daaraan geschreven, waar dat je lifestyle adviezen mee krijgt. Dat is de actie die wij daaraan koppelen, het is voor de snelle beslissers. Gaan we een stapje verder. Gaan we echt naar die resetweek, die week waarin dat we aan de hand van nulmeting in het begin van de week, op het einde van de week echt bloedparameters directioneel zien verbeteren, zien normaliseren. Dat en waar we weten dat het effect tot maanden nadien nog steeds zichtbaar zijn op bloedniveau, dat is 5 dagen. Ja, hetzelfde concept, opnieuw deep learning, opnieuw ervaringsgerichte workshops, al die evolutionaire internet living prikkels ga je in ondergedompeld worden, maar in plaats van 2,5 dagen, het dubbel, 5 dagen. En die 5 dagen hebben we intussen zodanig de laatste jaren uitgetest, die zijn voldoende om bij ieder van jullie, of je nu dik of dun bent, jong of oud, Aziat of Europeaan, om die verbetering in die metabole gezondheidsparameters te bekomen. Om niet alleen meer energie te hebben, maar anders te gaan beslissen na die week. Om meer controle te ervaren, om die ontsteking uit het systeem te krijgen, om opnieuw die kop te laten trekken, te laten domineren. Voeding opnieuw, als we eten, fantastisch eten, uitgebreid eten, lekker eten. Je krijgt je eigen blueprint mee naar huis. Hè. Dus na het weekend ga je weten, ik kan met die tools aan de slag. Maar na die week ga je echt weten van, oké, ik kan mijn week zo gaan organiseren, ik kan die combinaties maken voor de ultieme effecten. En je krijgt er nog eens het boek bij, als je inschrijft voor die week. Niet als actie, maar gewoon standaard. Ook daar willen we even een actie aan koppelen. En waarom? Omdat we merken dat voor sommige mensen misschien de drempel nog net te hoog is. In die zin van, kan ik dat wel aan? Ben ik daar fysiek klaar voor? Wat mag ik verwachten? Dus als je zegt van, kijk, ik twijfel nog wat en ik voel dat ik nog te weinig kennis van het concept heb om mij ineens volledig onverwacht onder te dompelen in het concept, bieden we jou, als je voor zondagmiddag inschrijft op deze week, bieden we jou een 1-op-1 exclusieve coaching met mij, waarin dat je eigenlijk al een stukje gaat primen in het concept. Waarbij ik je eigenlijk nu al voorbereid op de week, hè, zoals je hier ziet, die begin mei gaat plaatsvinden. En ik denk, Sibbe, we kunnen niet anders dan die weken promoten. Waarom? Je moet het eenmaal gedaan hebben. Maar eenmaal je het eenmaal gedaan hebt, kan je er voor altijd mee weg. Ja. Het gaat over door de ervaring gaan. Weet je, we kunnen er blijven over vertellen, maar je moet het gedaan hebben. En we zijn wel overtuigd, je kan niet alles op je eentje gaan doen. En daarom dienen die weken, we doen dat uiteraard niet zomaar. Dat dient, we hebben die missie, we willen heel veel mensen meenemen in dat verhaal. En dat kan alleen maar ervaringsgewijs. Ja. We merken effectief de kracht van de groep, de kracht van die locatie, de kracht van de topcoaches die we hebben, de kracht van de wetenschap erachter, met het bedrijf dat we toch wel zijn intussen, Kaping in België, kunnen we daar een fantastische ervaring bieden, waar we niet alleen het Wim Hof gebeuren, maar heel het concept dat jullie daar kunnen onderdompelen. We hebben ook dezelfde week, maar wel een verschil, voor therapeuten, voor de gezondheidsprofessionals onder jullie, die al aan de slag zijn met gezondheid van anderen. Die deze week doen in de eerste plaats om natuurlijk ook te ervaren, want volgens mij kan je niet anderen gaan coachen als je het nog nooit zelf ervaren hebt. Maar die zodanig per dag uren theorie krijgen, opgeleid worden om met deze internet living materie zelf met patiënten nadien aan de slag te gaan. Dus het grote verschil ligt er niet in de ervaring. De ervaring
gaan, gaat gelijkaardig zijn aan de andere week voor niet-therapeuten. Maar hier leer je, krijg je protocollen aangereikt, ga je leren inzetten wanneer ik welke prikkel voor welk ziektebeeld of symptoom of probleem moet gaan inzetten. Krijg je kennis over contra-indicaties, wanneer wel, wanneer opgelet. En ga je uiteraard ook zelf je eigen bloedparameters kunnen zien evolueren op die week, want voor de rest blijft het dezelfde ervaring dan de week die net voorgesteld was. Zo organiseren we er twee en we blijven als Kampen in België ook nog altijd een opleidingsinstituut. Dus dit jaar opnieuw 2 weken in juli en augustus en hetzelfde concept met het doel om coach te kunnen worden. Ja, Sibi, ik kreeg een belangrijke vraag. Wordt er een verschil gemaakt tussen hoe mannen of vrouwen dit met Living Lifestyle gaan aanhouden? Wij maken in die weken weinig verschil. In de zin, man en vrouw zijn voor ons gelijk, allebei homo sapiens. Wat niet wil zeggen, en dat ga je dan vooral ook wel meekrijgen in de coachopleidingsweek, is dat je, stel dat je als vrouw bijvoorbeeld menstrueert, of stel dat je als vrouw in een bepaalde hormonale cyclus zit, dan ga je net iets minder in bepaalde extreme gaan. Of je bent als vrouw aan het proberen om zwanger te raken. Of je bent net zwanger bijvoorbeeld. Ook dan gaan we niet in extreme gaan. Dus die zaken, die krijg je absoluut mee als deelnemer tijdens die week om door in dialoog te gaan. Of als je als gezondheidsprofessional zit om zelfs mee te nemen naar jouw patiënt. Dus ik hoop dat dat een voldoende vraag is op jou. Antwoord op je vraag. Antwoord op je vraag. Antwoord op je vraag. Is de prijs per 2 personen of per 1? Dat is per persoon. Per persoon. Ja. Dat is 6 nachten en 5 volle dagen. Wij zijn daar aanwezig met 3 koks en we hebben 4 coaches. Ja, dat is de hele week, alles inclusief uiteraard. Gidsen, ja, alles, het zit er helemaal. Bloedafname zitten daarbij ook en zo verder. Ja, de volledige bloedafname, 2 keer vooraf en achteraf. Cursusmaterialen, ja, ik zie, je kan het ook inschrijven. Wacht, wat was het hier? Wanneer bieden jullie dit ook aan mensen die gewoon loontrekkend zijn? Ja, ik wou dat we dat konden doen. Hè. Ik denk als we door de tijd verder gaan, dat we waarschijnlijk kunnen versoepelen in dit concept. Hè. Ja. Maar we zijn slechts 2,5 jaar bezig en ik denk, geef het concept nog een klein beetje tijd en denk, zoals met alles, kan waarschijnlijk ook dit mogelijk in prijs gaan dalen. Naar verand dat de schaalbaarheid gevolgd wordt. Is dus intermittent living iets voor jou? Zijn dat belangrijk? Dat boosterweekend, die resetweek of de coachopleidingsweek, is dat iets voor jou? Wel, als je zegt van, zie je, Wouter, ik geloof het verhaal, ik geloof er heel sterk in, maar kan ik het aan? Dat kan een twijfel zijn. Laten we die twijfels even wegnemen. Uiteraard moet je bereid zijn om de uitdaging aan te gaan. Je zag net een leuze. If you're only willing to do what's easy, life will be hard. But if you're also willing to do what's hard, once in a while, life will become very easy. Dus ja, je dient de uitdaging te willen aangaan. Maar we gaan die uitdaging aan in groep. Nogmaals, die kracht van die groep is ongelooflijk. Comfortzone. We zitten al veel te vaak in die comfortzone. Dat maakt ons letterlijk ziek, fragiel, dommer, zwakker, dikker, etc. Ja, dan gaan we uitstappen. Maar we gaan het samen doen, onder begeleiding, na deep learning. Samen. In een veilige setting. Dat vind ik een mooie. Doorzettingsvermogen. Gewoon uit de praktijk in een week wat we meegemaakt hebben met iemand die heel, heel veel dorst op het moment dat er misschien net niet mocht gedronken worden. En om het verhaal kort te houden, ging die mevrouw 's morgens gaan vertellen aan de coach. Het is waanzinnig wat er gebeurt. Dus ik heb dat nooit in mijn leven bereikt. Maar ik heb dus doorgezet. Ik heb het bereikt. Ik ben zo blij dat ik het niet gedaan heb, dat drinken. Dank u voor mij daarin te ondersteunen. Dus doorzettingsvermogen. Ergens, maar ook uiteraard door dat groepsgebeuren, hè, leer je die tools die eigen maken, waar doorzettingsvermogen zal doorgroeien. Hè. Doorgroeien, ja. En je leert dat waar je soms een overtuiging hebt van ik moet nu eten om daarna te kunnen bewegen bijvoorbeeld, dat je leert dat door eens niet te eten en toch die beweging te doen, dat je merkt van, oké, ik kan dit ook. En dat helpt je dan om je toekomst weer door te zetten in gelijkaardige situaties. Eigenlijk zeggen wij vaak, zo'n week, in het begin van de week is het vrij onverwacht en weet je niet wat je te wachten staat, maar op het einde van de week maakt het zelfs niet meer uit wat je te wachten staat, want je bent veel onverstoorbaarder. Je durft en je kan veel meer challenges fysiek, mentaal aangaan. Ga je in groep niet gemakkelijk over je eigen grens? Daar zijn we waakzaam voor. Lien,
Iedereen zijn we waakzaam. Daar dient de veiligheid voor, die we garanderen via de coaches uiteraard. Ja. En dus wij zien wel wat er gebeurt en wij zien als iemand te ver gaat. Ja, dat is waar, wij zeggen, de kans dat iemand zich extra gaat inspannen in groep, maar dat heeft tegelijkertijd, heeft het weerzijde van de medaille, is het verbetert uw vermogen. Ja. Het is zo, Helene, dat we hebben protocollen die zodanig getest zijn. Maar dat wil niet zeggen dat het protocol getest is en uitvoerig getest, dat we soms niet bepaalde aanpassingen kunnen doen. Of dat je zelfs als persoon ook niet soms je joker kan inzetten in die week. Er zijn genoeg challenges in die week om tot een hoger niveau van gezondheid en energie te komen. Dus no worries, zoals Wouter zei, we monitoren dat continu. Dat is ook de reden waarom we dagelijks die fysieke en medische parameters meten. Dat we op die manier ook kunnen schakelen wanneer het nodig is of gevaarlijk zou kunnen worden. No worries. Basisconditie. Wel, ik kan je vertellen dat als je vandaag niet in staat bent om een wandeling te doen van een paar uren, 10, 15 kilometer, dat je waarschijnlijk best eens wat stapjes extra gaat ondernemen richting die week als je ooit wilt meedoen. Dus je hebt ergens een bepaalde basisconditie. Wat niet wil zeggen dat ik moet 3 uur lang kunnen gaan crossfitten of een marathon moet kunnen lopen om mee te doen. Dus je hoeft niet de absolute amateur of topsporter te zijn, maar we verwachten wel een klein beetje, omdat je vanuit de fysieke inspanning een basisconditie hebt. Groeipotentieel. Ik denk, als je in die week deelneemt, als je met de juiste groeimindset in die week deelneemt, dan loopt het fantastisch af en dan ga je een ongelooflijke week meemaken. Controle. De controle soms durven lossen, maar net daardoor terug meer controle en grip op je leven krijgen, omdat je leert omgaan met de situaties, meer energie. Kracht, uiteraard gaat het om fysieke kracht, mentale kracht en besluitvaardigheid. In die week ga je al voelen dat je anders en sneller gaat beslissen. Andere deelnemers over hun ervaring, ik denk, gezien het tijdsframe, we hebben het beloofd 1 uur, we willen daar gerust even over gaan. Ik denk, dit is bijvoorbeeld een deelnemer, Xander, die bij ons erbij was. Ja, je kan jezelf lezen wat het voor hem opdraagt. Wat we heel vaak merken, is dat mensen al lange tijd bezig zijn met gezondheid, maar altijd nog wel iets missen. Of het is niet tijdsefficiënt, of het is niet haalbaar genoeg, of het brengt net op een bepaald niveau, maar dan stokkeert het weer. En dan zien we heel veel van onze getuigenissen, bij ex-deelnemers, bij deelnemers, dat ze net daar antwoorden vinden in het Intermittent Living concept. Haalbaar, gemakkelijk in het leven te installeren. En ik lees er natuurlijk ook iets mee, mijn bloedresultaten, en ik vind het ook wel fijn dat we dat objectiveerbaar kunnen maken. Dat iedereen na 5 dagen of na een weekend zelf aan de hand van glucoseprik kan zien van wat het met hem gedaan heeft. Ja. Het is niet zomaar iets, het is niet hoe is jouw gevoel er alleen maar bij. Uiteraard zal dat meespelen, hè, maar het wordt op bloedniveau gemeten. Dus ik vind dat wel fijn. Ja. Ik zie nog een aantal interessante vragen binnenkomen. Ik ga daar zo meteen even op antwoorden. Ja. Ik probeer hier even verder te gaan. Ook hier weer, lees gerust wat mee. Het gaat... Elke persoon is anders, dus we willen iedereen die unieke ervaring geven, maar die feedback telkens opnieuw, die geeft ons zodanig bevestiging van hoe uniek dit concept is. En daar willen we graag een aantal van jullie mee kunnen gaan nemen. En uiteindelijk, als ik kijk naar mezelf, ik heb zelf een gezin met vrouw en 3 kinderen. Hè, en als ik zie, mijn oudste zoon is 15 jaar. Als ik zie hoe hij al naar mij kijkt van, pa, ga je nu terug niet eten? En ik zie dat hij naar een hockeywedstrijd gaat en nuchter de wedstrijd gaat aanvallen. Dat heeft hij gezien van mij. Ik heb het hem niet verteld. Dat kijkt hij alleen. Dus het werkt ook een beetje systemisch. Het werkt gewoon voor jouw vrienden en omgeving aanstekelijk. Omdat ze zien dat je altijd maar blijft energie hebben. En dat is... uiteindelijk promoten wij iets die op maatschappelijk niveau betekenis zou moeten kunnen krijgen. Maar stap voor stap. Ongelooflijk om daarop aan te vullen is dat na onze week in september bij de niet-therapeuten dat een dame haar 2 kinderen en opnieuw zelf heeft ingeschreven voor ons boosterweekend. Om maar te zeggen hoe aanstekelijk het kan werken. Absoluut. We bieden jullie ook, uiteraard, hè, als je zegt van oké, boosterweekend, die week is misschien voor mij nog net een stap te ver, om welke reden dan ook, of ik krijg het momenteel niet ingepland, kunnen we ook aan de slag in de praktijk in Melle. Waarop we eigenlijk werken aan de hand van 8 weken trajecten, waarbij je elke week 1 uurtje samen ook weer in groep naar een betere versie van jezelf kan gaan. Elke week laagdrempeliger. Je gaat 1 uurtje bewegen en elke week krijg je een nieuwe introductie of een nieuwe prikkel uit het Internet Living concept wordt geïntroduceerd.
onmiddellijk winst te boeken, maar natuurlijk op een ander niveau. Voeding komt er niet bij kijken. We zitten niet in Dardenne. We hebben niet de hele accommodatie erbij. We gaan niet die combinaties kunnen maken. En nadat je dat uurtje weg bent, ben je natuurlijk weer terug thuis. Dus je mag het niet vergelijken, maar je gaat wel op een mooie manier kennis maken en ervaren wat intermittent living stap voor stap voor jou kan betekenen. 1-op-1 coachings, ook dat is mogelijk. Hè. Net al gezegd, de actie, als je wilt inschrijven voor die week, kom dan eens 1-op-1 met mij, dat ik jou een stukje kan primen en voorbereiden. Maar ook los daarvan, trouwens ook Wouter, hier in de praktijk doen wij bijvoorbeeld 1-op-1 coachings en mijn expertise ligt dan binnen dat intermittent living concept. Ook in-company training, ik zou daar net iemand de vraag stellen, wat met loontrekkende? Misschien zijn hier ook wel wat mensen bij die zaakvoerder zijn. Ook op het bedrijf, wij komen naar het bedrijf toe, geven wij keynote, inspirerende keynotes, maar ook ervaringsgerichte workshops, van ademhalingsworkshops tot cold blood workshops, zaken die wij op het bedrijf kunnen aanbieden, eenmalig in workshops of in bepaalde trajecten. En zijn we ook meer en meer binnen organisaties allerlei aan op het inzetten. Kan op maat, dan stuur ons maar een mailtje, siebe@belgium.com, of info@belgium.com. En sinds kort hebben we ook iets nieuws voor kinderen, zoals Wouter al zei, ook kinderen en homo sapiens, als we vroeg in het leven starten en weer terug wat die evolutionaire normaalheden gaan installeren of noodzaken installeren, kunnen vroeg in het leven misschien alweer een verschil maken. 2 zaterdagen in de paasverlof, waar we hier in Melle groepen van 25 kinderen zullen onderdompelen gedurende 1 dag en het intermittent living concept, waardoor niet alleen de ouders, maar ook de kinderen enthousiast worden van de beleving van deze hormetische prikkels, maak het zo. Ja, een nieuw hormetische babbelt, maar ja. Maar nog even een woord ertussen. Deze spreekt voor zich. Nogmaals, one life, one chance. Je kan aan de slag met die leefstijl en wij gidsen en begeleiden daar zeer graag in. Om jullie toch ook nog wat verder daarin te triggeren, gaan we in de maand februari ook een challenge doen. Die kan je aan deelnemen door inderdaad de QR-code te scannen of te gaan naar die link. Op die manier, februari is de maand van de zuivering genoemd, laten we het niet zo omschrijven, maar gewoon al wat tips en tricks op een dagelijkse basis, opdrachtjes, challenges om al een stukje in een intermittent living lifestyle. Ik vind dat de 340 mensen die vanavond ingeschreven zijn, allemaal zouden moeten meedoen. Ik vind het wel. En zeker de mensen die nu aanwezig zijn. We hebben uiteraard ook het boek, waar we al heel veel van intermittent living inzichten en kennis en praktische tips delen. Nog veel ruimer trouwens, KPD in general. Dus dat zou ook al een stap kunnen betekenen als je het stap voor stap wilt aanpakken naar ooit zo'n weekend of week. En deze was een vraag van onze lieve Fee. Dus we gaan dat eens even proberen. Technologie was vandaag niet onze beste vriend. Maar we zouden eigenlijk, omdat we 349 inschrijvingen vandaag. Mensen die er niet allemaal konden bij zijn, maar die wel ook gaan terugkijken. Maar de mensen die hier nu vandaag, nu live aanwezig zijn, sowieso al bedankt daarvoor om jullie tijd toch vrij te maken in een wereld waarop in de comfortzone zitten voor Netflix veel gemakkelijker keuze zou zijn geweest. Dus fantastisch daarvoor. Laten we misschien, als jullie dat zien zitten, ook gewoon die energie delen met jullie omgeving, met jullie netwerk. En dat mensen weten waarom je op een donderdagavond 1,5 uur naar Wouter en Siebe aan het luisteren bent. Dus als jullie het zien zitten, zet even je camera aan. Je mag je Instagram-naam, als je op Instagram zit, delen. En zeker ook onze pagina gaan volgen. We delen heel veel kennis via die pagina. Die is aan het groeien, zitten bijna aan 1000 volgers. Na dit webinar moeten we daar volgens mij zeker aan zitten. Dat kan niet anders. En zo gaan we ook jullie blijven inspireren op die manier. Dus wat moeten we nu doen, Wouter? Veert gevraagd om nu een foto te trekken, denk ik. Camera aan te zetten, print screen daarvan te nemen. Ja, kijk, de mensen zetten hun camera aan. Camera aan. Jullie slapen nog niet, jullie zijn nog allemaal even enthousiast. Ja. Zie ik graag. En dan moeten wij, denk ik, zijn we eens een print screen gaan pakken. En dan gaan wij een keer. Goed, dus, even kijken. Dat was het. Oh, dat was het. We zijn rond, iets meer dan een uur, maar wat technische issues gehad. Ja. Farah Fairy Tale. Voilà, Farah, we gaan jou zeker taggen in die foto. Fantastisch. Ik ga nog even ingaan op die vraag. Nee, ja, toch wel, hè? De mensen die nu al graag naar huis gaan, dat zal keihard overtuigd zijn. Of thuis naar huis gaan, ze zijn thuis, en maar hun scherm afzetten en dan hun avond beginnen. Bedankt voor jullie aandacht. De mensen die zeggen van, ja,
Ik wil toch nog wel wat vragen beantwoord zien. Dat was ook de reden van deze webinar, Q&A. Dus ik ga met plezier nog in de vragen. Dus als jij, Wouter, eventueel mijn stukje assisteert daarin, dan ga ik de vraag beantwoorden of wil je het zelf doen? Ja, maar ik ga een aantal vragen. Hè. Goed, ik zal ze even meelezen. Hoe kan ik inschrijven voor de Cold Sea Dip in Knok? Wel, op Facebook bij KPI Belgium kan je aanvinken dat je gaat, dus op aanwezig zetten bij ons event, en zelfs andere mensen gaan uitnodigen. Maar het is niet een must om in te schrijven. Wij weten nu al dat we met meer dan 100 mensen zullen zijn. Laten we daar 200 mensen van maken. Absoluut. We gaan daar een fantastische dag van maken. Ik ga jullie daar op het strand begeleiden in een stukje deep learning, met ademhaling, in de juiste mindset komen. En dan gaan we samen het water in. Het zou fantastisch zijn, moesten we dat in een menselijke ketting kunnen doen, waar men van heinde ver op de dijk van Knokken aan het zien is van wat is men daar bezig. En we voorzien een warm drankje. En we voorzien een warm drankje na afloop, een gezond warm drankje. Dus kan je zeker aanwezig zijn op 30 januari. Ik heb geen medisch beroep. Is er een opleiding, basis in mijn living mogelijk los van de weekends? Wel, ik kan. Mag ik een primeur geven of niet? Ik geef graag een primeur. We zijn bezig achter de schermen om een tweedaagse, een weekend vooropleiding te gaan aanbieden, puur theoretisch hier in Melle, om van daaruit, als je dat volgt, klaar te zijn om eigenlijk de coachopleidingsweek te gaan volgen. Dus dat is de primeur die we vandaag ook graag delen. Dus ik hoop dat een stukje het antwoord op je vraag is. Zo ga je beter voorbereid zijn op die coachopleidingsweek. Patricia vraagt of dat de info van alle mogelijkheden op de mail komt. Ja, Patricia, jullie zullen een postmail ontvangen. Ja. We weten dat het soms rap gaat en misschien mogelijk veel aan informatie is. Dus dat mag je zeker verwachten. Ja, ik zie dat er strenge annuleringsvoorwaarden bij zijn. Uiteraard, het gaat om redelijk wat centjes van jullie, maar ook van ons. We doen daar redelijk veel investeringen om zo'n weken te kunnen doen. Dus ja, er zijn strenge annuleringsvoorwaarden. Bij ziekte of besmetting, dat is overmacht. Wij zijn zeker menselijk genoeg om te kijken wat we kunnen doen, maar in C, bij een gewone ziekte, als het een wegvallen is. Maar er bestaat vandaag een bepaalde verzekering die je zelf kan nemen, hè, waar je met doktersattest, ik denk slechts, ja, ik denk 20% zelf moet betalen. Dus, dus met een doktersattest ben je wel beter beschermd, moet je navragen. En natuurlijk, als je op de reis zelf ziek valt, hè, COVID, hè, dan is het wel zo dat, net zoals op een andere reis, dat het heel moeilijk is om dat terugbetaald te krijgen. Hè, pak nu op dag 3 of dag 4 val je ziek. Die laatste dag, ja, dat is moeilijk te recupereren. Alles is aangekocht, alles is daarvoor voorzien. Dus zijn er strenge annuleringsvoorwaarden, zoals bij elke reis, dus ja, reissector, toch wel een beetje, opleidingssector, toch wel een beetje, omdat ja, het gaat over, we hebben te veel aanvragen en het, ja, de organisatie kost bij ons te veel. Ik zag hier nog een belangrijke van Bart Marseille. Hoe zit dat met CST? Daar zou mijn inschrijving van afhangen. Wel, wij kunnen uiteraard niet onder de regeltjes uitkomen. Hè. Dus wij hebben in Wallonië, in de Ardennen, waar we de weken doorgaan, bepaalde regelgevingen waar we het aan vasthouden. Dus wij vragen, Wouter, als ik het goed heb, om een negatieve PCR-test kunnen voor te leggen bij aanvang van de week, om ook niet het risico te nemen om tijdens de week 30 verschillende mensen te gaan infecteren. Ja, klopt dat wat ik zeg? Negatieve PCR-test, net zoals bij andere events die binnen de 72 uur genomen is geweest. Ja, zo is dat. Ja, ja. Ja, hoeveel keer per dag wordt aangeraden om te bulk drinken? Dus inderdaad, als wel eens die frequentie van drinken kunnen gaan verlagen naar 4 drinksessies per dag, zou dat fantastisch zijn. Dus dat betekent, je staat 's ochtends op, je drinkt wat koffie, wat thee en water achtereenvolgend tot verzadiging. En dan wacht je bijvoorbeeld tot 11, 12 uur om het volgende drinkmoment te hebben en zo kan je de dag afgaan. Marleen Nijs, dank u wel voor ons als energierijke jongens te beschouwen. Maar we kennen u zelf ook. Je bent altijd welkom om op jouw manier de uitdaging te krijgen. Ja, dat zou zijn. Nu, leeftijd mag niet afschrikken. We hebben in de week in september een dame gehad die boven de 60 was en die met verven die week heeft doorgemaakt. Oh.
Ja, ik lees nog een vraag. Van welke leeftijd voor de kids? Als ik me niet vergis, is het vanaf 12... 12 tot 18. 12 tot 18 jaar. Ja. 12 tot 18 jaar. Ja. Ik denk dat de informatie ook op de website staat. Ja. Van KPNI Belgium. Inderdaad. Als je van www.kpnibelgium gaat.com, dus www.kpnibelgium.com, en dan naar op de eerste pagina Intermittent Living, krijg je al daar de trajecten voor. Is betaling onmiddellijk of kan ik ook nu inschrijven voor augustus? Ik denk dat wij vragen om de betaling 1 maand vooraf aan de opleiding, aan de week, in orde te hebben. Dus dat is niet nu. En dan kan je uiteraard nog de kamerportefeuille. Is het, we hebben zelf mensen gehad en dat is het proberen er menselijk in te zijn, is het zelf nog iets later dan 1 maand vooraf, dan is het zo. Geen probleem. Met de primeur die je net gaf, bedoel je hiermee dat je een 2-daagse kan volgen en daarna de coachcursus zonder andere medisch diploma? In principe wel. Ja, maar de niet-coachweek, die is voor iedereen toegankelijk. Daar heb je geen medische of paramedische kennis voor nodig. Dus we moeten het verschil goed maken tussen de coachweek en de week die in feite voor iedereen toegankelijk is. Voor de coachweek verlangen we wel dat er ofwel medische basisopleiding is, of in de middle-living kennis is. En maar voor de niet-coach op een week, dat is gewoon vrij voor iedereen. Ja. Oké, zijn er nog vragen? Sibbe, ik vind dat het best meevalt. Op een uur en half. Ja. Niet twijfelen. Life changing. Heidrun. Yes. Ah, Heidrun. In all the love. In all the love. Lieve mensen, dan wordt het tijd om elkaar te zien. Eerst in Knokken aan het Rubensplein, de cold seater. Dan mogelijk 1-op-1 bij Sibbe. Als je net nog een duwtje nodig hebt, hè, om toch al ondergedompeld te worden met kennis. Om misschien wel de exercise hier in Melle te volgen. Anders ga je naar 2,5 dagen. Ja. En anders zeggen we, ik moet dit ervaren hebben op bloedniveau. Ik moet door die ervaring gaan zijn. Dan ga je voor de week als niet-coach. Of als coach ga je voor de opleiding als coach. Kom er snel bij. Niet vergeten, tot zondag 12 uur zijn er die bepaalde acties aangekoppeld. Die je dan nog wel de presentatie meekrijgt. Bepaalde voorproefacties. En niet onbelangrijk, onze week en weekend lopen stilaan vol. We hebben nog een 15-tal plaatsen. Als je er graag bij bent, wacht misschien niet tot in maart. De groepen zijn ook beperkt. De groepen zijn beperkt in aantal. We willen kwaliteit blijven bieden. We willen die veiligheid blijven bieden. Dus ik hoop dat we jullie hebben een stukje kunnen inspireren, maar vooral kunnen uitleggen of intermittent living iets voor jou kan betekenen en zo ja, wat. En om dan terug te keren op die 5 vragen van het begin, daar mogelijk een oplossing voor een verbetering gaan aantrekken. Bedankt voor jullie aandacht en hopelijk tot zeer snel. Fijne avond.